Ik ben Mark Huysen en ik ben een experimentele kernfysicus, werkzaam aan versnellersinstituten zoals Louvain en Neuf en CERN. Ik ben Jan Govaerts, ik ben een theoretische fysicus. Ik werk ook op kosmologie in Louvain-la-Neuve. En iedereen weet dat de theorie van een oerknal in kosmologie erg belangrijk is. Maar niet iedereen in België, ofwel in Vlaanderen of Wallonië, weet dat de vader van de oerknaltheorie echt Georges Lemaître is. En Georges Lemaître is een Belg van Hans Thuis, een Belg vanuit Charleroi, die een leraar, een professor was in de Universiteit de Louvain in Leuven in de 20e eeuw. Ja, dus we dachten om een fietstocht te organiseren van het standbeeld van Georges Lemaître in Louvain-la-Neuve naar dat in Leuven. En om tijdens die fietstocht, die verloopt via knooppunten, ingedeeld in een achttal etappes waar dat je op die plaats, op bepaalde plaatsen, kunt informatie downloaden over hoe de kosmos ontwikkeld is. Van de oerknal tot nu en zelfs de toekomst. En voor die wetenschappelijke fietstocht hebben jullie nu die prijs gekregen, die wetenschapscommunicatieprijs. Hoe belangrijk is deze erkenning? Die prijs is een erkenning van al dat werk die is gebeurd. Maar vooral zijn we trots omdat het een erkenning is van Georges Lemaître in België. Een combinatie van toerisme, van cultuur. Het is een sportieve uitdaging en je krijgt er de wetenschap bij in heel mooie termen uitgelegd.